Van harte welkom bij Dave en Patje, de voetbalpodcast van AZ van Antwerpen. Ja, Pat. Wij klappen toch niet over voetbal? Nee, inderdaad, correctie. De voetbalpodcast over alles wat plezant is, vooral in de derde helft. Zo goed. Perfect, Dave. Voilà. Dag, Pat. Dag, Dave. Dag, Seba. Dag, Dave. Het is wel... we zijn ondertussen een collectief aan het worden. We hebben een rood-witte, we hebben een mauve-witte. Moet ik dan voor de baard groen zijn? Al Groenhoek. Groenhoek natuurlijk, zou ik denken. Want, nieuws trouwens over Groenhoek. Bekerfinale. Wat is dat? Een beker van Antwerpen zeker? Ja. Op 5 mei zal dat zijn. Om 16 uur op en tegen Vreemde, de beker van België, finale. Dus allen daarheen in een groen-wit geklede outfit uiteraard. Vreemde tegen Groenhoek Sport, 5 mei. Groenhoek, is dat Belgische voetbalbond? Dat is allemaal samen. Oké. Okay. Ja. Okay. De populairste club van Antwerpen, wachtlijst, iedereen wil er binnen. Heel sympathieke mensen allemaal, goeie coaches. Ik ben er al eens geweest. Ja. Echt waar, bij Groenhoek? Pat heeft er al een gouden schoen uitgereikt, denk ik. Ja. Mij? Ja, op eigen verzoek, hè. Niet aan zijn mouw getrokken, niet gedwongen, ook niet omgekocht. Dat was geen weg, nee. Ook niet foto's. Is wel tof. Ook geen foto's van vroeger. Nee, niks. Bovengehaald, niks. Hè. Ik moet ook nog jou iets vermelden. Zeg het. Ik kreeg een paar maanden geleden een bericht aan van een gast. En wacht, dat is in Louvain-la-Neuve. Ja. Jij weet wat dat is? Stad, ja. Wat is dat? Dat is zo onder de taalgrens. Ah, ja, dat hebben ze daar speciaal gebouwd. Als tegen, en, ook een beetje op, die hebben zoveel jaren geleden een ploeg opgericht. En weet je hoe die ploeg noemt? Louvain-la-Vieux. Le Vieux. Geen flauw idee. Patje Boom Boom. Och jong. Nee. Dat kan niet. Ja, echt hoor. Ik zeg alleen. En die had nou eens gevraagd voor de naftrap. Dat is toch een Franstalig gebied? Ja. Maar waarschijnlijk is daar ooit iets... gebeurd. Is daar een verhaal rond? Ja. Dat kan niet anders. Lopen daar zo klein mannen rond? Ik weet het niet, maar die hebben dus mij alles... Hè, die vroegen voor een match, maar dat gaat dus niet. Ik heb ook altijd zelf match. Maar nu hebben die de 1 mei hebben die de Patjes Cup. Ongelooflijk. En ik heb gezegd dat ik daar naartoe ga. Ik wil die mensen... En ja, een foto... 1 mei. Hier zie je dan een foto, dat is het ploegje spelen op kunstgras. Oh jong. En dat is een ploeg die is opgericht, die hebben een ploegje opgericht en ja, hij was blijkbaar fan. En spreken die ook Dessels? Ik hoop dat die een beetje Nederlands spreken, want als ik je veux l'amour moet gaan vertellen, dan... Dat ze hun zakken bij hebben. Dat marcheert dat niet, hè. Ongelooflijk. Zeg, zo meteen hebben we het over de play-offs, maar nieuws van de dag, van de dagen voordien. Mark Brijs, coach van Cameroen. Ongelooflijk. Ja, ik had in de week al gelezen, die zat al in Creta, dus eigenlijk in mijn tweede thuisland. Maar ik heb hem eigenlijk nog nooit niet gezien. Maar zijn vrouw is van Creta. Maar die zal niet in een Gersonisos zitten. Hè. En die deed hem daar misschien zijn vrouw is van. Ja, hij is daar eigenlijk nieuwe heimat. Want wat zeggen dan nu? Was Broza niet voor hem coach? Of die heeft toch heel boos gedaan. Hugo Broos, ja. En nu was er nog een andere. Was hij niet Song? De vroegere speler, ik moet het opzoeken. Ik denk het wel. Denk je dat een Bram en zo zou meegaan naar een Cameroen? Ik weet het niet. Moenonga gewoon mee, denk ik. Je hebt altijd zijn vaste... De Bram zit ook... Hij is ook wel gebleven bij Leuven. Leuven, ja. Ja, de Bram zit nog bij Leuven. Ja. Cameroen, maar ik wilde het ook rustiger aan doen. Hè. Dus dat is ook een tijdelijke optie. Dat is ook niet optie, dagelijks. Dus dat. Cameroen, dat is een land, ja. Daar zijn ze af en toe mee bezig, maar niet constant. Ja, natuurlijk. Ja. Die komen ook maar zoveel keer per jaar beginnen. Dus als de Mark op zijn terras zit en denkt van, ik heb genoeg, Sudoku. Maar ik weet dat hij heeft jaren met zijn vaste team gewerkt altijd. Hey, dat was Issam, Bram en dan op laatste kwam Moenonga erbij. Die gaan mee, geloof ik. Ja? Ook in Moenonga, ja. En Ghana... was hem bijna rond mee voordien. Ofi Kreta kon ook. Hij had nog wel wat andere aanbiedingen. Ja, maar Ofi Kreta, dat heb ik ook gelezen, dat wou we niet echt doen, omdat daar woont hem, hè. Dus dat wou we niet echt gewoon doen. Niet, ja. Tuurlijk. Ja, hij heeft toch ook de meerschot gedaan? Hij woont toch ook in Antwerpen? Ja, maar hij gaf daar een reden dat hij dat niet wou doen. Ik heb dat niet eens gelezen. Ik begrijp dat heel ergens wel. Zou dat ook fanatiek zijn? Want Griekenland het al gegeven. Ja, is toch heel fanatiek. Heel fanatiek. Ja, maar die kameraden die ik in Creta ken, ja, dat is niet echt veel zijn er dan voor Ofi Creta. De meeste zijn ofwel voor Panathinaikos, Olympiakos. Dat is niet... Wij hebben een Griek, hè, de Tollis.
We hebben een Griek en je zegt, die zijn serieus fanatiek, ja, in Griekenland. Echt precies, dat, is dat bij, die, bij jullie ook van, wie vertelt dat toch eens, dat hem op trainingskamp was en dat er een Griekse ploegmaat dat heel de ploeg in paniek schoot, want dat ze dachten, oei, die gaat ze biedt vermoord worden of zo. Die ging aan een telefoon, maar die was gewoon tegels aan bestellen. Met die mannen die roepen nogal. Ja. Ja. Ja, ja, dat hij heel agressief was. Die was maar die, ja, die was met zijn aannemer aan het bellen thuis, die in de kop aan het zetten was. En iedereen dacht van, oei, maar wie heeft die in Ambras? Die is hier, die gaat er zo niet een en door de draad trekken. Maar nee, ik ben 2 jaar geleden meegeweest met Antwerpen toen de Olympiakos. En ik moet zeggen, qua geluid dat die... Dat is niet normaal. Wij zaten op de hoofdtribune, ik zat naast een Diederik, en wij konden niks tegen elkaar zeggen, omdat die 2 supportersklans tegen elkaar, dat was echt... Ik heb toen een wedstrijd gezien van mijn vriend, die speelde ook bij Olympiakos, Raúl Bravo, weet al. Oei, Raúl Bravo, ja. Die was kapitein zelfs in Olympiakos, hè, en ik heb daar een paar wedstrijden, wauw, ja, man. Hey, dat is eigenlijk zo wat, je kunt dat ook wel vergelijken met de Turkse competitie, qua... Ja, fanatiek en qua echt waar enorm. Zeker, best. Enorm. Ja, die gaan een nummer van de prijs. Ja, ik heb die geen nummer. Ik hou die eens bellen. Maar ik weet niet of dat het een kreet natuurlijk. Hè? Zou je die oppakken? Ik kan... Dat is lange afstandsverbinding. Ik kan het zien. Ik heb hem normaal gezien. Wacht. Ik kan het zien. Of een bericht antwoordt hem wel, maar bellen niet altijd. Wacht, hè. Is dat hier mijn 9 van achter? Check eens even. Ik kan even checken, maar ik dacht dat ik hem hier... Maar dus inderdaad, als hij een goede kans voor heeft... Ik heb nog een nummer van lang geleden. Ik kan gewoon eens proberen, wacht. Hè. Naar WhatsApp, je weet nooit. Mijn 9 van echter. 19. Hallo. Met de Mark. Hallo. Hey, dag Mark. Het is mij Dave Peters. Niet schrikken. Je zit live in de podcast. Je zit in de podcast met Patje Boom Boom en de Seba. Niet verschieten, hè. Stoor ik u, Mark? Is dat met die lille korst van een beerschot dan? De die. Ongelooflijk. Hij is er een bril op. Ja. Waar zit jij nu, Mark? Ik ben hier de eerste opdracht in de scouting aan het doen van de min 6-jarige in Kreta. Dus het is hier fantastisch weer. Dus, ik ben aan het genieten, hè. Nee, mijn zoontje speelt, hij is aan het trainen, dus... Marcus. All right. Dan heb ik hem nog eens kunnen zien, dan is dat plezant voor hem. Ja, en wat voor type is het? Een allebei benige 10 of eerder een linkse bak? Oh, het is een allrounder. Ik zie hem nooit op één positie. Dat is altijd super wat aan het lopen, dus ik denk dat hij een rotzoeker is. Dat is een beste positie. Ja. Nee, het zal geen ster worden, denk ik. Maar nee. Dat is nog jong, hè. Ja. Nee, Mark, wij wilden u feliciteren met de nieuwe uitdaging. Dat is een heel, heel mooi land. Wat was het meest opmerkelijke moment in de onderhandeling of bij de ondertekening? Want er is altijd iets te beleven, denk ik, als je voor Cameroen kiest? Dat gaat niet alleen voor Cameroen natuurlijk. Hè. Eerst was het belangrijk voor de keuze te maken. Ik was heel close with Ghana en dan Cameroen kwam er aan tussen en dan moeten we keuzes maken. Cameroen is wat hitsiger, denk ik. Wat meer focus op die winst die ieder ploeg en ieder land wil winnen. Maar ik denk dat Cameroen dat echt wel in het extreme heeft. En een beetje de dualiteit. Dus je hebt daar een ministerie en een federatie van voetbal, waar Samuel Eto'o voorzitter van is. Ja. En dan heb jij daar het ministerie van sport, hè. En dat is dan die minister die eigenlijk... ik heb vooral met hem contact gehad altijd. En, dus niet echt iets speciaals, dat ging eigenlijk allemaal vrij vlot. En, vrij snel waren wij er zo wat uit. Alleen is het altijd afwachten dat je er nog gaat geraken. Het is altijd papier. Ik heb al 5 injecties gehad, vaccinatie. Oei. Dus, ongelooflijk. Zeg, heb je Samuel Eto'o al ontmoet? Al iets gaan eten? Een beetje babbelen? Nee, die zit daar. Hè. Dus ik zit nog altijd hier in Kreta, waar we wonen. Ja. Dus normaal gezien is gepland de
tussen een tiende of een twaalfste naar, van deze maand voor naar daar te gaan. Zoals je die verhalen ook gehoord hebben, die zijn zowel eenzijdig, dus ik heb hem nog niet gehoord. Er zijn er heel anti tegen. Wat hij toch wel uitgestoken heeft, vind ik. Ja. En we zullen zien. Hè. Ik denk dat iedereen neutraal moet blijven en trachten goed samen te werken. En, ik denk dat dat het objectief moet zijn. Ja, het zal wel zijn. Zeg, Patje Boem Boem zit er hierbij en die wil weten, want dat is een Creta-lover. Die gaat binnenkort nog eens op bezoek komen en dan wil hij op de koffie komen. Waar zit je ergens in Creta, maar ik wil het hem weten. Wij zitten in Heraklion. Heraklion, dat is echt, dat is de hoofdstad. Hoofdstad, ja. En dan een randgemeente is Gazi. Niet Gaza, maar Gazi. Gazi, ja. Dat is er hier. Dus en daar, hè. Uit hem komt, uit hem, geeft hem een nummer. En dan, ja, ik zit altijd in Gersonisos. Gersonisos zit hem altijd. Gersonisos. Dat is ook schoon. Ja, voilà. Hij gaat er altijd voor de petit, de couleur lokaal, zeggen. Maar het is al goed weer daar, Mark, dan. Gelijk, hè? Ja, ja. Ja, het zal wel zijn. En de Seba wilt weten of je nog vaak gaat joggen, Ginder. Godverdomme, ik loop altijd tegen die boom hier. En Mark, we gaan u laten kijken naar uw geweldige kleine. Ik heb nog twee korte vragen. Vraag 1. Ja. Hoe kwaad is de madame, want die dacht dat ze een voltijds een tuinman ging krijgen, iemand die de hof ging onderhouden, en dan begint hij toch weer te werken, zeker? Ja, dat was wel een tegenvallen voor haar. Dat moet ik wel toegeven. Maar aan de andere kant, als je ziet ook dat hij een drank naartoe gaat, dus... het is ook het grote verschil dat heeft met een club in een land is dat is niet altijd elke dag echter moet zijn. Je kunt over huis komen, dus het is niet dat je daar maanden weg bent. Nee. Dus dat is het grote voordeel. Maar ja, voor mij was dat vooral een uitdaging. Ik heb nooit een nationale ploeg gehad. Dus ik wou echt, als ik nog iets deed, dan wou ik ofwel op sportief vlak ofwel op financieel vlak goed doen. En ik denk dat met dit geval zeker sportief... dat die uitdaging groot is, we zullen zien. Hè. Dat is een hele adaptatie. Ik denk dat als je dat ook heel goed weet, dat een nationale ploeg geen clubvoetbal is. Hè. Dus, nee. Je ziet elkaar veel minder. Je moet veel meer op zeer, zeer korte tijd en aanwezigheden kunnen realiseren. En, nou, dat is toch wel een uitdaging. Ja, laatste vraag, Mark. Als er een Belgische topclub had gebougeerd, zeg maar, had het dan wel gebleven in België? Nee. Sowieso niet. Nee, nou, dat ontslag. Nee, Jolle Pricht, dat is ook niet verfluiten. Ik heb dat ook snel kenbaar gemaakt. Alleen dat verhaal is op. Hè. Je hebt heel veel diverse ploegen gehad. Dus. Alleen dat was op. Ik vond dat verhaal ook op. Ja. Ik wilde ook weg uit te laten. En zie wat er op afkomt, hè, zonder gestresseerd te zijn. Dus dat is eigenlijk op een rustige, vlotte manier allemaal verlopen. Maar, ik heb niks tegen België, maar ik heb het daar allemaal wel gezien. En ik kan me er niet meer... Ik moet scherp zijn om proberen een goede coach te zijn. En dat was niet mogelijk daar. Nee, voilà. Ik vat het even samen als witloof en stoofvlees is heel lekker, maar een broodje gyros is ook niet slecht. Ik weet niet wat ik doe, maar ik denk wel lekker. Ja, voilà. Mark, wij wensen u het allerbeste en veel succes, want daar spelen ook heel wat vedetten. Mooie ploeg zal dat zijn. Mee Cameroen, doe het goed en we zien elkaar in de draai. Ja, super. Dank je voor het telefoontje. Yo, salut. Ja, Mark. Yo, dag coach. Yo, de groeten. Bye-bye. Dank je. Hey, top, hè? Mooi. Ja, echt. Hij was juist aan het coachen met zijn zoon. Maar top, inderdaad, ja. Maximus. Maar nee, Marcus. Ja, Marcus. Ja. Ik kan hem ook Marcus wel, noemt zijn klaar. Ik kan hem ook wel begrijpen dat hij zegt: van oké, ik heb het hier in België. Hoe lang is die coach? Toen speelde ik. Bij Moes Kroon ook nog geweest, dacht ik. Moes Kroon, Leuven, ja, Beerschot twee keer. Ja, hij heeft moet je niet dat je nog was.
babbel maar door, Pat. Ja, want, is vader en zoon. Ah, Maximus, ja, toch? Maximus. Oh, ik dacht daar een kus. Nee, daarom wist ik het. Oké. En ik weet dat, gelijk. Omdat... Dat is wel een chique type, eigenlijk, want wij hadden... Weet jij dat nog? Ik had op ATV vroeger toch een programma, De Derde Helft. Klopt. In dat tof caféke. Wat is dat nu weer al? Niet ver van sport. Op Sportpalaas, dat brengen we aan voorbij. Ja, kan het niet meer. Backstage. Nee, op zo'n hoek. Oh, weet het nou wel. Ik zou het 20 keer zeggen. De Pierre... Hoe weet dat nou wel? Oh, ik weet niet meer. Zwat. Zijn vrouw stond op bevallen en hij belde in de week. Hij zei van, Dave, ik wil komen. Want dat is een goede professionele relatie. Altijd met wederzijds respect. En hij zegt, maar ja, mijn vrouw stond op bevallen. Dus als mijn zoon, ja, dat is moeilijk, hè. Dat kan niet komen. Dus die vrouw bevalt en een paar uur later... staat die in daar plots toch? En die zegt van, ja, ik heb mijn woord gegeven, dan kom ik hier. Ja, maar dat is merk. Dat zou eigenlijk heel erg mensen doen. Nee, dat is merk. Dat is merk. Dat vind ik wel knap zo, want ik had dat niet verwacht uiteraard. Ook uiteraard begrepen als ze hem dat niet zou doen. Ja, ik vind dat toch wel een mooi land, hè, Cameroen. Want als je naar 2K kijkt... En een grote ploeg eigenlijk. Cameroen is niet de minste. Ik ben er nog nooit niet geweest. Nee, maar ik wil maar zeggen... Nee, maar qua ploeg altijd. Qua ploeg toch. Ik dacht dat je het had over een mooi land. Ik ben er ook niet geweest. Nee, jij zei zo precies, dat is een mooi land. Nee, qua ploeg. Voetballand, is dat wel. Maar ik denk ook heel fanatiek, hè, man. Ja, ja, dat is heel... Ja, zie je dat er... Voetbalcultuur. Had je daar al 2 keer gelijk of 1 keer... Ja, dat je Nigeria, als je daar zit... Dat zijn qua landen op dat vlak van voetbal, hè. Die winnen matchen, hè. Die spelen geen matchen, hè. Ja. Die winnen matchen. Goed. Wel tof. Allee, leuk. Ja, schoolproject, ja. Hij had wel kritiek op je uiterlijk, hè. Ja, die lillekort. Ja, ik weet het. Maar dat was uiteraard een geuze naam. Hij ziet u graag, denk ik. Ik zie hem ook heel graag, sowieso. Kijk, tot zover het onderwerp Mark Brijs. Laten we het even over de play-offs hebben, want vorige week misschien wat minder over gehad. We hebben nu de eerste match gehad van de Antwerp op Anderlecht. En ik moet zeggen, ik zat op de eerste rij, want ik moest daar interviews doen. Tot aan de rode kaart van Wijndal was het voetbal eigenlijk zeer goed, hè? Ja, Champions League niveau, dat weet ik niet. Dat heb ik ook gisteren gezegd, dat is een beetje overdreven, maar ik vond dat ze wel heel dominant. Weinig gezien dat Anderlecht werd gewoon weggedrukt. En ja, ik vind het nog altijd... Wijndal, ja, hij moet dat natuurlijk niet doen. En ik denk als die scheidsrechter gewoon... Gert Vrij zei van... Je geeft je allebei heel... Ja, voilà. Maar Visser wil zich moeien. Oké, okay. Maar wat ik dan niet begrijp, en dat kan ik, waarom krijgt Hazard dan niet die gele kaart? Want die ging normaal geel krijgen. Dat was een gele kaart. En die krijgt hij niet na dat tumult. Dus dat begrijp soms ik. Soms zie je dat wel, dat het een het ander even opheft in ja, de emotie. Nee, maar hij mag Wijndal, als hij beslist van oké, Wijndal krijgt van mij rode. Maar dan moet hij ook wel, de scheidsrechter moet wel die eerste fout van Hazard. Dat was een duidelijke geel kaart. Ja. Waarom krijgt hij die niet? In een 73ste minuut krijgt hij er wel in. Als je het toen alleen gehad had, had je er ook afgemoeten. Ik moet er wel bij zeggen, en dat is ook wel zo, die mannen in in de cabine in Tubeke, die zien dat, en uiteraard hebben die ook slow-mo, en die zien uiteraard het hoofd van de Wijn dat wel een beetje richting Hazard gaan. Die eerst komt, hè, met zijn bast, die zoekt het contact. Hè. Maar ja, natuurlijk, Van Bommel zegt het zelf, hij moet de kans niet geven aan de ref. Nee. Er is bijna niks aan de hand, want ik kreeg allemaal berichten waar je zo Antwerp van, die stuurde van... Ja, maar ik heb er ook honderd gehad. Weet je wat ze stuurde bij mij? Als je vraagt aan Hazard of dat hem... Of dat hem naar de spoed is moeten gaan, krijgen een pint. Maar hetzelfde gebeurt een beetje bij Mechelen en Donkey. In Brendan Mechelen. Ja, klopt. Hey, die stond... Daar is geen beweging. Maar die raken elkaar ook. Ja, maar die is blijven staan. Ja, had hem misschien die beweging... En dan Burgess die een ingooit op Tolu. Tolu die kan ook neervallen als vermoord, maar die blijft rechtstaan. Hè? Burgess krijgt rood en Tolu krijgt die een bal in zijn gezicht. Maar hij groeit hem expres. Ja, maar uiteraard. Ik vind dat een rode kaart. Pat, uiteraard, maar ik bedoel, als je die zo gooit op iemand, die speler die ontvangt, die zal liggen. Met een Tolu ging die was, liggen. Serieus, dat hard ik vond dat heel onsportief. Ik zou dat als een speler van eender welke. Ik vind dat verschrikkelijk. Weet je wat ik dan ook tegen vind? Je maar dan vind ik ook die net al mede gedaan en je hebt er een var en alles. Ja, pak die ook aan. Ja, pak die ook aan. Want iedereen ziet dat. Want, want dat
dat zijn zo van die dingen. En ik haat zo'n dinges, dat is... maar we kennen wel allemaal dat gevoel, hè. Je moet dat frustrerend. Maar we kennen dat gevoel, hè, dat Burgess voelde. Dat is frustrerend. Ja, maar ik ken dat gevoel van Wijndal ook, hè. Die is al hier door, die wil zijn eigen een beetje tonen. Maar ik had, jij wordt ook door, ik vond in het begin al, de Antwerp stond geweldig scherp. Janssens kreeg al direct een geel kaart. Wijndal had al 2-3 keren zijn schouder dus het zat, ik vond dat het heel goed in elkaar zat. Maar om er even op terug te komen, wat ik vond, een bal bij iemand in zijn gezicht stampen, of zo'n dat bal met iemand trappen, dat like over een paar weken die van Union deed, denk dat ik. Dat vind ik dat moet sowieso bestaan. En dan, wat ik het ergste vind, dat is spieken, hè. Tuffen. Oh my. Ja, dat is... Dus als jij naar de zoo gaat, jij discrimineert de lama's. Ja, die krijgt van mij een bestand tegen zijn lama. Dat vind ik het laagste bij de grond. Dat is het laagste, ja. Dat is gewoon marginaal. Ja. In een tijd dingen was dat toch, hè? Die Voller mee... Ja, maar ik... Frank Rijkaard in de prikkel. Ja, zelfs. Maar ik was een grote fan van Frank Rijkaard. Sorry dat ik er dingen... Sindsdien... Door dat spieken? Gedaald. Ja, ik meen dat echt waar. Gewoon met dat zeg, wat voor iets zitten gewoon. Maar dat gebeurt nu in eerste klasse gebeurt dat minder, omdat je met die VAR en zo zit. Maar ik moet zeggen, zo in provinciaal en in dat cafévoetbal, ik vind dat dus... Dat is kan wel gelijk. Dat ik heb zelfs vingers in mijn poep gehad. In een tijd. Helemaal verschrikkelijk. Dat ik zei, wat is daar... dat is gewoon frustratie. Ja. Van... Als voetballer deed ze dat. Ja, even zo'n bowlingbal. Wat? Ja. Bowlingbal? Echt? Heb jij dat nooit gezien? Michel van Real Madrid. Ja. Met Valderrama. Weet dan ook die van Colombia? Dat is toch... Dat was een Real Madrid tegen... Nee, niet zijn gat, maar die was toch onze... Oh ja, maar dat is logisch, hè. Ja, maar... Nee, dat hebben we nog gezien. Zo tik, 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 tik. Even... maar jongens, stop daar eens mee. Maar nu... Ik denk dat er nu met de VAR wordt veel minder... Dat is er wel een doorgaan. Dat vind ik wel goed aan de VAR. Want die geliepige fouten... Maar er zijn nog altijd dingen... Dat vind ik marginaal. Beschrijf de foto, Seba. Dat is die... van de Crazy Gang van Wimbledon. Hoe noemt hem? Vinnie. Vinnie Jones. Ja, maar die andere... Gaza, ja. Opschrijf wat je ziet. Het is Wimbledon tegen Newcastle. Dus... legendarische foto, hangt overal. Ja. En jij hebt die bij. Die van Tottenham, maar Tottenham doet hij niet zeker. Hij was een ontvanger. Die heeft Gaza zijn kruis gewoon vast. Wat een zin. Omschrijf eens, maar echt vast, maar heb ik ook wel dikwijls meegemaakt. Dat is een legendarische foto. Mensen thuis, gewoon even... Maar dat je Michel Valderrama... Paul Gascoigne doen. Is dat even erg? Ja. Michel Valderrama, die komt dan 2-3 keer, hè. Komt hij zo, ting, ding, ding, ding. Gaat hem terug, nog eens ting, ding. Dat ik zeg, kom maar, jongens. Maar jij beweert dus dat jij het bowlingbaleffect hebt moeten ondergaan. Ik heb van alles gehad. Allee, jong, dat is wel... Dat vind ik vroeger, wel ver, hè. Maar hey, vroeger in provinciaal... Toch niet... Toch ene? Een duim. Nee, maar alle dingen, maar speken, duimen, op je tenen gaan staan, expres. Dat was het verschil dat ik zei. Maar dat was gewoon die verdediging uit frustratie. Ja. En Pat heeft dat zeker moeten meemaken. Ik wil zeggen, ja, maar dat, als dat je niet al verdedigingen al een paar keer zot hebt gemokt. Dat is... Dat is gewoon zo. Ja, maar... En ook verbaal, hè. Ik heb dus juist nog, kwam van Brakel en ik was binnen deur omdat, en ik stop... Juist was dat niet, Pat, dat was 2 dagen geleden. 2 dagen geleden, ja. En ik stond in, ik ging mij een broodje halen en ik zeg, ik wil dat broodje. En weet je wat je zei? De Mike Verstraeten pakt dat ook altijd. Allee, ik heb dat tegen eigen zin. Ik zeg, nee, het is de eerste keer dat ik kom. Dus... wat broodje was het? Broodjesmos. KNS. Ik zeg, ik wil zo'n broodje KNS. Maar dat was dus een Martino met augurken en biki, ajuntjes en gele biki saus. Oh. Ah, god, maar ja, de Mike pakt dat ook altijd. Dat is straf, want eigenlijk moeten pakken pepaye met een klein beetje curry ketchup en met ajantjes en met een eiken op. Ah, mei. Dat is man. Of broodje met rayet. Oh. Ja, maar de beste is, als je een Martino pakt met hier in Wommelgem is een broodjesbar met zelfgemaakte. De Linde. Daar in Wommelgem. Om die hoek zo. Ja, dat is op dat traaiwegpunt. De Linde noemt dat. Ja, dan weet die hebben... Wacht, gaan we eens bellen met iemand naar de Linde? Met zelfgemaakte pickles. Nee, maar het is niet Linde. Het is dat niet Linde? Nee, het is... zelfgemaakte pickles. Oh, en die, echt een super lekker. Dat is een broodjesbar. Ja, maar ik weet niet hoe ze noemt. Maar dat zijn de beste broodjes. Ja. Als ze zelf... Ik blijf erbij. Maar deze broodje... Als je zelf je slaas maakt en je broodje... Dat is
top. Dat proefde ook, gelijk die een tonijnsla uit dat zelf. Maar je hebt er een aan de Londenbrug ook. Chris noemt hem, denk ik. En ze hadden er, na zoveel jaar, is er een broodjeszaak laatst gedaan. Maar in deze Chris was het echt zo'n ouderwetse bakker. Maar die deed alles zo op zijn, ja, op grootmoeders wijze. Ambachtelijk. Ja, ambachtelijk, ook die broodjes. Je prepareert, schelken even afsnijden. Amai. Je zat vol je bakker, hè. Vol, hè, zelfgemaakte soep. En ja, ja. Ik wil maar zeggen, dat is altijd top. Dat is altijd beter dan van zo'n keten. Hè. Dat is gewoon, daar kun je er een mee doen. Maar dat je met een bakker ook. Oh, ik had, nee, deze was zo een hotdog gebrek naast de weg. Ik had beter een hamburger of zo gepakt, want mijn broodje was, dat lang broodje was eigenlijk, dat was niet vers. Nee? Nee. Oei. Ik ga nou tegen de mic zeggen. Er is toch? Niks degoutenter. Als je naar de markt gaat, je vraagt een hamburger. En dat brood is hard of nee, niet. Ja. Tegenover dat is zo'n vers. Oh. Je dat weet, dan zit het slecht gezien, hè. Ja. Dan hoe giet je hamburger gewoon. Ja. Dat is ook zo. Dan is het dat broodje is zo belangrijk. Ik moet wel zeggen, vroeger als wij in Kladdorp woonden, en nu nog, wij gaan vaak naar de Marokkaanse of de Turkse bakker, omdat die stokbroden, die hebben zoiets luchtig, crispy, maar toch iets luchtig. Niet te lang bijhouden, want dan kun je er ook hier mee doodslaan. Nee, dat weet ik. Maar zo vers, is die top. Dat is goed. Ja. En het is ook het goede, het is niet zo zwaar op de maag, dus je kunt er twee van eten. Twee stokbroden. Ja, twee halfjes. Oké. Twee derdes. Maar die is inderdaad, want wij gaan ook altijd bij ons daar op het Kiel, bij Jamil. Dat is ook een hele goede bakker en dat is ook allemaal vers. En inderdaad, die stokbroden zijn... Alleen, als je die een beetje wat te lang... Dan is het best. Ik krijg een berichtje van de Mark Brijs. Thanks Dave en toffe groeten aan Patje en Seba. Wat een klootzakken. Nee, dat last heb ik erbij verzonnen. Dat hem dat van hem gaat, van de Seba gaat, maar van mij kan hij dat misschien wel zeggen. Dat klootzak, dat kan. Nee. Hij vindt jullie toffe mannen, dat heb ik erbij verzonnen. Ik wou nog even terugkomen op Rijkaard en Vuller. Dat was niet gewoon speken, zoals je dat noemt. Dat was roggelen. Klodder, jongen. Vond dat verschrikkelijk. Dat was de schijf van vijf. Voedzaam, daar zat alles in. Jawel, die was bij mij in één keer. En Dingen heeft dat trui, hè, de Benny Liebes, hè. Ja, blijkbaar. Van dat trui? Blijkbaar, ja. Ja, blijkbaar. Die was in de kleedkamer, die heet die twee. Die heet blijkbaar wel, ja, ik heb dat ook gehoord. Kan dat? Ja, die was toen op uitnodiging van iemand en die mocht mee naar de kleedkamer en dat trui lag daar nog, dat hebben ze niet meegemaakt. Ah, ja. En die heeft ja. Zeg maar, even terug naar het voetbal. Ja. Puur technisch, waarom was Antwerpen, waarom bolde dat goed? Puur technisch, hoe kwam dat en wie lag dat? Want het is al een tijdje met Jansen achter George. Ja, ja. Was hij niet te veel uit elkaar op de deur? Ja, ik heb gisteren een heel interview nog gehad met Humo over wie nu de beste spits is in playoff 1. En ja, ik heb gisteren nog gezegd, Jansen speelde bij mij een ongelooflijke eerste helft, maar hij komt veel te ver terug. Hij moet in die positie op 10, zou hij meer in de 16 en in de box moeten aanwezig zijn, want hij is echt een man ook die een goal kan maken. En dat is een beetje... Nu stond George heel dikwijls alleen. Ik vond Onyedreka zat niet echt goed in de match. Ejuke kwam niet, dus het kwam allemaal. Maar Janssens is... Maar hij was niet topfit, hè? Maar het was ook lastig dat hij maar af moest. Maar ik vond een goede beslissing, want anders had hij waarschijnlijk toch zijn tweede gele kaart toch gekregen. Maar ik vond de Antwerpen vooral dominant. Speelde heel goed vooruit tussen de linies. Anderlecht moest gewoon constant terugplooien. En ja, ik denk als je, want het is een beetje een lucky goal van Sardella, als je niet valt, dat Anderlecht niet gaat scoren, denk ik. En ik denk ook dat Anderlecht op die basis. Kijk niet naar wedstrijden van de Antwerp. Wat ik nu van Anderlecht gezien heb. Hey, ik denk dat alles. Pax voetbal aan welke man. Ik vind dat alles. Ontant, alles in play-off 1 terug open ligt. Want wat ik vorige week zei van Union. Ik denk niet dat er dat dipje is. Maar ze moeten nu wel vol aan de bak tegen Cercle. Want het hangt. Ja. Speelt tegen Genk, denk ik. En, maar stel je voor dat Brugge wint tegen Anderlecht. Het gaan heel spannende play-offs worden. Ja, want weet je, dat is ook wel meteen goed. Dat we zo de scorebordjournalistiek meteen uitschakelen. Mm-hmm. Omdat. Eigenlijk, Anderlecht hebben een geweldige kern. Die hebben geweldige voetballers. Die moeten een hoog niveau kunnen bereiken. Want die hebben gewoon een heel goede ploeg. Maar dat was zaterdag. Nee, dat was niet te zien. In die eerste helft toch niet, toen het 11 tegen 11 was. Helft, dat ook minder. Maar ik wil gewoon maar zeggen, je zou nu kunnen zeggen, bijvoorbeeld, dat is makkelijk. Ah, maar ze hebben Union bijgebeend. Owe Union. Maar nee. Dat gaat niet op. Dat hadden ze beter moeten voetballen om echt al een bedreiging te zijn. Nee, maar je kunt ook zeggen, owe Union was niet top in Genk. Nee, maar
Weet je wat wel is, Pat? Ik zat ook op Genk Union. Ik dat was de realiteit na de match. Hè? Als je daar moet die interviews doen, dan kun je twee dingen doen. Je kunt er gaan staan zonder dat jij genoteerd hebt tijdens de wedstrijd. Dan heb je een algemeen gevoel dat je overhoudt. En dat algemeen gevoel dat wordt beïnvloed door de eerste twee gesprekken die je voert. Als een speler zegt, we hadden het overwicht en we hadden moeten winnen, dit en dat. Dan gaat het bij de derde al lichtjes ondernemers van die mannen spreken. Nu, ik noteer ik elk moment dat daar in die match voorkomt, links, rechts, ik zie direct, maar jongen, dat klopt niet. Hè. Nee, nee. Genk heeft ook amper kansen gehad. Nee. Union heeft 7 of 8 situaties gehad, waarvan er 4 doelrijp waren, 1-op-1 wel, maar ook altijd nog mijn blok, hè, van Sadiq of zo erbij. Geen 100%. Maar Tolo is ook eens al een van de keeper geweest. Ja, ene keer. En die had je ook boeden. Ja. Dus ja. Maar Genk speelde qua middenveld tactisch gewoon. Ik vind dat die Union tactisch overbluft hebben. Vooral in de eerste helft. Ja, omdat ze met 4 in het middenveld zaten. Man, en El Kanous was heel goed. Hè? Ja. Dus, die bepaalde ook alles. Hè. Dus, maar ik denk dat alles open ligt, Dave. En als we hier volgende week zitten, dan kan het goed weer al zijn dat de Seba zijn blaadje helemaal moet veranderen. Ja, sowieso. Maar pas op, hè. En je zou die al kut. Alles toch kunnen beginnen. Dus, dus ja, het is nu, ik verwacht Union, die gaan nu, die gaan Cercle moeten kloppen. En ik denk ook, als ik Cercle de tweede helft, want we moeten ook eerlijk zijn, als Club Brugge met 1-4 of 1-5 wint tegen Cercle, dan dat kan Cercle niks zeggen. Hè, want ja, ze hebben 3 keer of 4 keer op de paal of op de lat geschot. Maar ja, dat is ook voetbal. Hè, dus, was zo... ja, Brugge heeft Van Aken een vrije trap op de lat. Hoe noemt hem? Die Paul shotter of... Nusa speelt een shot op de paal. Skoraj. Ja, Skoraj krijgt hij een bal terug. Die krijgt een bal in een klein backline. En die shot hij om de eerste paal tegen een verdediger. Dus Brugge was de tweede helft wel vrij indrukwekkend. Ah. Sorry, ik was even iets aan het zoeken in mijn gsm. Nou, maar wou ik eens een verhaal afmaken, dan maak ik niet meer, ik zwijg. Mag je dat? Pas gedaan. Mag je dat als Brugge aan het doen? Aan het drukken. Vooral aan het drukken. Ja, want Cercle had eigenlijk voordien maar 3-op-30 tegen al die topclubs. Ja. Dus dat vind ik raar. Maar wat mij vooral opviel, die vielen er de tweede helft gewoon fysiek onderdoor. Die konden niet meer lopen. Iedereen was... Dat kan wel zijn dat daar misschien wel bijntje af is. Hè? Wat ik al weken zeg van... Dat geloof ik niet. Ja, het was toch opvallend. Nee. Brugge kwam... Ze wisten niet van wat houtpijlen maken. Nee, maar wat waarschijnlijk zal gebeuren van... waan van de dag, dan moeten echt uitschakelen. Want op 10 wedstrijden gaat dat nog heel vaak kantelen. Ja, waarschijnlijk. En je kunt nog niet zeggen dat Union nu... een tik of een mentale dip of dit of dat is onzin. Nee, die gaan volgende week gewoon weer voluit voetballen. Of ze dan winnen, dat weten we niet. Amoura was er niet bij, ook niet vergeten. Nu heb ik toch dat verhaal van, die had, wat was hij, tegen de elleboog van de scheidsrechter gelopen? Wie dat? Amoura. Internationale match, ja, blijkbaar. Ja, masker echt, en een oogkas. Ja, want ze hebben hem ook meegebracht, dus hij zat wel op de bank. Hè? Ja, maar met een masker zou hij dan moeten gespeeld hebben. Dus als Blessing hem er niet ingooit, zeker ook niet voor een kwartiertje. Dat wil zeggen dat hem gekwetst is. Ja, maar waarom zit hem dan op de bank, vraag ik mij af. Ja. Ja, dat hadden we, ja, soms doen de trainers. Dat gaat ook met Ryan Sanusi, dat je eigenlijk ook niet speelt, maar toch zet je mee op de bank eigenlijk voor die groep. Ja. Dit weekend in Antwerpen, de tweede wedstrijd, wat denkt u? Ja, een topmatch, hè, tegen Genk. En kijk maar na, Genk, Antwerpen of Antwerpen-Genk. Thuis tegen Genk. Ja, dat is altijd spektakel. Ook altijd op het scherp van de snee. Oké, Peensel is nu weg, maar ja, die werd op de Bosuil altijd met open armen ontvangen na zijn akkefietje. Juist, ja, die was dus, altijd. Ik denk dat het voor beide ploegen, hè, zowel voor Antwerpen als voor Genk, is het heel belangrijk. Antwerpen moet die wedstrijd winnen om toch nog... Genk ook, hè? Ja, Genk ook, ja. Het is dan eigenlijk op je Brugge ook, ze moeten allemaal winnen. Ze moeten eigenlijk willen doen, want dat schot je kloof wel. Ja. Serieus, dus, en ik denk ja, omdat Antwerpen nu thuis speelt en die hebben dan 2 verplaatsingen, mis Cercle en enkele Brugge. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om die 3 punten te pakken, want anders zou het wel eens de kloof te groot worden naar de eerste 2. Ja, dan wordt het wel moeilijk. Even een intermezzo tussendoor, als we het over de echte belangrijke ploegen moeten hebben. Want ik heb een mail gehad, beste vrienden, met een verzoek voor deze podcast. Van Tottenham? Nee, van de Jan Bartosik. Die zegt van, hey, Jan van Berchem hier. We hebben elkaar al ontmoet voor een mini-reportage van ATV.
ik me niet vergis. Met De Plein, dat is een organisatie. Achter de restauratie zitten die van de Incompoort. Ik heb dat lokaal gehad. Ja, ik moest dat vragen dan. Hè. Ik heb dat verleden week niet gevraagd. Nee, dat voilà, wij dat toch deze. Eens melden. Ze zijn bezig met een geweldig project rond de Entente aan Versoise. Dat kennen nog wel, hè, waar de Koppes met Mees, denk ik, en al die andere gasten. En de Flash van Berchem speelden dan samen in een Antwerpse nationale ploeg eigenlijk, de Entente. Schitterende match gespeeld. Ze willen via Coppa opnieuw van die shirts uitbrengen om ook centen in het bakje te krijgen om de hoofdtribune van Berchem Sport te renoveren. Nu, ik ben een stadionfreak, een groundhopper. Voor dat vind ik wel een heel nobel doel. Dat zou ik wel schoon vinden. Want ik heb ooit mijn eerste boek voorgesteld op de Lira. De oude Lira, ja. Met dat tribuneke erbij. Ik heb een van mijn eerste matchen van Udi die ik heb gezien. Dat was op de Berchem. We gaan een schitterende match spelen, dus ik heb op een band met Roy. Dat zou toch schoon zijn als dat kan. Zou dat te redden nog zijn? Ja, ik heb dat ook gekregen van de Matenstuik. Want ook de jakken... Het stadion wilde zeggen. Bouw, hè, die in tribune. Ja, tribune. Dat is wel een de jakken van Kouwenberg en zo zit ook mee in die groep. Ze willen dat... Want dat was ook wel... Ja, dat was ook wel chic, hè, die... Maar wat willen ze dan echt ja, doen? Ja, die tribune redden, hè, restaureren. Maar dat gaan we eens restaureren. Maar jij hebt dan vooral over die hoofdtribune, hè? Ja, tuurlijk. Want als je daar... Ik heb daar dikwijls moeten leveren toen hij bij ons de gin bestelde. Hey, als je daar, dan moet de... Oh, die dronken niet van dat sportdrank. Dat was alles met gin. Ja, maar dat is al een jaar of 16. Wij zijn er een paar keer met een meerschot maar, op gaan spelen. En inderdaad, dat is al vrij oud. Maar ja, en excuse, je moet wij ja, dingen, ja, maar dus, dat, wij zijn er met dingen. Dat ook, hè, dat stadion van Ruppelboom is juist zelfs. Gaan ze dat nog restaureren? Is dat er nog wel? Allee, is dat nog niet te restaureren? Ik vind dat van... Ja, ik, maar ja, het heeft wel iets, want je weet ja. Van waar dat... Allee, vooral de jaren 80 in Berchem. Ja, ja. Dat was een nostalgische club. Hè. Ik wil maar zeggen, maar nu zouden daar... Allee, ik het al. Nee, ik vind... Ik kan niet zeggen dat hij wel iets... Want ik vind dat dat veel meer heeft dan iets. Ik vind echt, los van wat iedereen die modern denkt over bouwen naar de toekomst toe en die er heel licht over gaat, vind ik, nee, zwijgen, dat moet gered worden. Of dat zou zo geclasseerd moeten worden, zoals een UNESCO. Ja. Zoals een gebouw die al zoveel... Like tribune van gewoon klasseren, dat vanuit de staat of de gemeente weet ik veel, dat je zegt, oké, jongens, dat gewoon... Racing Mechelen zou dat ook perfect kunnen, zelfs, hè? Ja, zelfs, ook zo'n mijn zoon speelt daar, en dat is er ook... Amai, dat zal op instorten, hè? Bekend, hè? Maar dat zouden ze ook niet... Want een... Dingen, dat gebouw van Union, dat stadion misschien geclasseerd, daar mogen ze niet aankomen. Hè? Dus ik zou eigenlijk zoiets naar die richting gaan. Ik vind eigenlijk dat je daarmee zou kunnen doen, gelijk op termijn, gelijk Beringen. Hè? Daar hebben ze opgekalfaterd. Er zijn vaak zoveel interlands. Van de jeugd en een trainerschool. Ja. Ik heb mijn trainersdiploma daar gehaald. Hè, dus dat is inderdaad... En soms worden... We hebben daar met Kasterlee ooit een vriendenwedstrijd gespeeld tegen Vigor Beringen toen. Dus ik denk dat als je van de ploegen van Beringen, dat die dat plein ook wel eens kunnen huren om op te... Dus ik zou het klasseren en restaureren. Maar dat gaat veel geld kosten. Hè? Ja, oké. Okay, maar dan is het al... We kunnen dus een benefietuitzending doen, aan mannen. Dan live ergens. Maar dan gaan we met de klas rond, hè? Je hebt ook een klaks genomen. Seba, hoeveel past erin? Veel. Veel. Als je de briefjes goed klein opvouwt. Ik heb een grote kop, hè? Maat 61, hè? Dus dat grokt veel in. Zwaar. Ja, ik vind... Even tussendoor. Nee, dat vind je... Ja. Wanneer worden jullie kampioen, Seba? Dat woord hoor ik niet graag, want... Dat brengt soms ongeluk. Wanneer jij promoveren jullie? Een bijgeloof? Normaal gezien, als we zondag winnen, dan zit dat er dik in. Ik denk maar ik zeg, het zijn nog 3 wedstrijden. We stonden heel goed voor, 5 punten los. Dat geeft een heel goed gevoel. Maar... Mijn wedstrijden moeten nog gespeeld worden. Die van Lommel dachten dat ook. En dan gaan ze naar IJssel. Ja, dat is 3-0 op de bak. Niemand snapte dat. En Beveren, 5-1. Ongelooflijk. Niemand snapte dat. Dit is... ik denk dat nog nooit niet geweest is in tweede klasse. Ik noem dat nog altijd tweede klasse. Wat uitslagen dat je daar ziet, dat kunnen we niet hennen gokken. Dat gaat niet. Dat is echt niet normaal. Wij waren er ook niet goed van. Maar ja, nu staan we er echt heel goed voor. Dat geeft een heel goed gevoel. Je kon geen betere resultaten wensen van het weekend. Oostende gaan niet simpel zijn, hè, jongens. Nee, want op Oostende gaan er niet zo maar... Ja, maar die zijn de laatste weken spelen. Winnen ook niet matchen meer. Dus. Je gaat ik nou denk toch dat je niet zelfs... beginnen gelijk Roberto Martinez, hè? Nee.
Als we tegen de meneer van Gibraltar moesten. Ja, maar ook, moet oppassen. Ja, die links pak, pak nu in het slechtste geval. Je verliest de drie matchen. Dat is een goede ploeg, tuurlijk. Je verliest nu de drie matchen. Je hebt Oostende. Maar die andere, die... naar Beveren. Pas op. Beveren, Beveren-Beerschot. Dat is niet... Dat is een volhuis, hè. Vriend, jij weet toch dat jij kampioen kunt worden... zonder dat je nog een punt pakt. Ah, wel ja, dat heb ik in de week ook al gezegd. Hè. Zelfs ja, ja. Als je nu... Vijf op negen, er zijn niet veel ploegen die het al gedaan hebben. Zeg. Nee, maar... Ik denk dat Lierse nu 9-12 gepakt heeft. Maar, ik denk dat dat de enigste ploeg is die zo wat kan zeggen... we moeten voorzichtig zijn, want ik zie het totdat ik ja, het niet... Ja, tuurlijk. Moet jij dat zeggen van een trainer om zo het niet... Nee, gewoon. Want ik ben heel... hoe zie je dat? Superstitious, bijgelovig. Bijgelovig en op dat vlak durf ik ja. niet. En vooral van die man, oh, dat komt hier in orde, bam, dat is, nee, dat is een serieuze uppercut. En je hebt ook zo de iglesia Maradona, zo van die... ik heb Maradona in mijn kot, ja. Ja, en ook kaarsjes en ik andere heb dingen. Konijnenpoten. La Virgen noemt dat in Spaans, heb ik ook in mijn... Ja. Maar ik zei, kan bijvoorbeeld bepaalde dingen, zeg ik een zwarte kat zien bijvoorbeeld, en dan probeer ik zo wat... Zoals? Dat noem ik een kruis. Ja, ik onder een ladder gewoon ik ook niet. En een movenkat. Een zwarte kat. En een movenkat, die eet de koep. En een zwarte... Allee, joh. Ja, en een zwarte poes. Een poes? Ja, nee. Je zegt een zwarte kat als ik een zwarte kat... Maar wat als je een zwarte poes zie? Ja, wat dan? Der, als er een snor op staat. Ja, waarschijnlijk zoiets. Nee, voor mij, dat zijn gewoon dieren. Een dier, voor alle duidelijke mensen. Een dier. Nee, maar dat is bij mij gewoon automatisme. Ik heb dat, mijn moeder is enorm gelovig. Hè. Mijn moeder, ik kom niet buiten voor dat. Maar bij mij zijn zo onder een ladder, een zwarte kat. Ja, dat zijn... En hoe ver gaat dat dan? Wat is het meest bizarre aan dat bijgeloof? Het raarste trekje? Het gaat verder dan daar waarschijnlijk. Hè? Dan de kat en zo, hè? Ja, oké. Soms zit ook alleen aan het babbelen. Als je alleen bent. Maar dat zijn, ja, dat zijn kleine dingen van oké. Okay, zit je dan er zo van? Ik ben ook heel. Je grande rauw, bravo. Nee, maar ik ben ook heel dankbaar. Bijvoorbeeld, s'avonds waar ik kon slapen, heb ik ook zo even een momentje van oké, okay, dank u voor deze dag. Dat zijn zo momenten dat je even. Het is niet dat ik in God geloof of niet, verre van. Maar dat zijn zo momenten dat je zegt: wauw, dank u wel voor deze. Of, maar vooral, ik zie het, een kat of een ladder, daar heb ik gewoon paniek. Ik daag dat wel eens uit als die ladder zien, om er dan toch onder te stappen. Zo. Toch onder, ja. Maar toch... Je denkt er al, dat is toch raar, hè? Dat is toch iets van vroeger dat meekomt. Je hebt toch ook veel hotels die kamer 13 niet hebben? Nee, of verdieping 13 bestaat. Ja. Die gaat van 12 naar 14. Ja, maar de 14 is dan toch de 13? Ja, maar dat is gewoon zo met die Kraanplaza hier, wat vroeger het Christhotel was in... Hier in Lorijk. Vorige week nog geweest. Ah wel, daar. Er gaat van rendezvous. Ja, gin leveren. Geen zever. Ja, ah wel, maar daar. Echt gin leveren? Ja, geen zever. Echt zo noem, maar zo noemt de gin ook, hè? Ja. Geen zever, hè? Wat ik wel niet snap, hoe vaak dat ik daar al binnengelopen ben op contract of transfers of dit ik of ook dat. Van mensen die denken echt, hier gaan we zitten en niemand gaat dat ik zien. Moet dat nog eens... Iedereen ziet dat. Ik ben door een hoop spelers gaan halen en toch komt altijd iemand tegen. Ja. Hey, is hem dat? Ja. Wie? Ik heb... Ooit van niks, hè. Ik heb met Christotel, ik denk dat het zelfs in mijn boek staat, dus de eerste keer dat ik naar Beerschot naar de training moest komen. En daar hebben we toen Christotel in. Ja, en mijn vader... wou mij eigenlijk brengen. Maar ik was 20 jaar. Ik zeg, jij gaat... Dus ik rijd met mijn auto. En ik dacht, het Christhotel. Dus ja. En in de plaats van het Christhotel, moet ik, als ik kom van wandelen, moet ik eerst de ring op. Dat en klopt. Dan er pas af. Hè. Dat klopt. Wat doe ik? Ik ga rechter in... dan gaat er naar richting ja, boom. Nee. Ik ga niet in de deuren. Ik ga naar... Oh, is een andere kant. Ja, natuurlijk. Hoe met een helikopter of wat? Dat was een patje. En ik sta daar. En echt waar, hè, echt, ik wist... Ja, GPS, dat bestond niet. Ik raak niet. En twee flikken, jongen. Die stoppen bij mij, want ik stond eigenlijk denk ik ook op een baan waar ik niet mocht. Als je zo naar een tricks redt, daar stond ik. Hè. En die hebben mij geëscorteerd tot aan en dat was een supporter van een Beerschot. En ik was juist op tijd, want anders had ik mijn eerste training al direct te laat gekomen. Maar ik was te fier
dat mijn vader mij... Want eigenlijk achteraf denk ik, waarom pak ik die niet mee? Maar leeftijd is dat normaal. Maar ik met mijn auto en ik zeg, ja, ik weet, Crestotel. En in een plek van de ring op te gaan, baatsrecht. Maar met je leeftijd. Maar het ook goed trekjes, hè? Want nu daar niet kunnen oriënteren, dat hebben wij gemeen. Maar hij stapt ook nooit als eerste ergens een café binnen. Ik ging voor mijn boek, mijn eerste boek, 2012 denk ik, ging ik hem interviewen. En toen was nog Brasserie van Loke op Dagaardplaats, dus nu de Mees. En daar was het. En ik zat binnen en hij zei van... Ja, soms dat jij binnen zat, want ik was hier niet binnen. Nee. Dat doet hem niet. Of bijvoorbeeld op een veld, gong ik altijd met mijn rechtervoet. Eerst. Been, als eerste op dat veld. Jawel. En als ene nu veel spelers, hè. En als ene nu duwt en dan is je dood. Dan is je dood. Nee, maar ook veel. Want ik ging ook altijd als laatste op het veld, bijvoorbeeld. Ja. Ik zie dat veel van spelers ook. Vorige keer was ik dat zo. Er zijn er veel die of zo een dubbele stap. Of een ja, dat is. Ja, dat iedereen dat van zijn eigen. Reizen, hè? Maar bij mij is dat ook altijd. Eerst met mijn rechts. Ja, rechter. Ik moet trouwens nog zeggen: je hebt vandaag weer een andere chauffeur bij. Je hebt er veel. Uw eerste chauffeur was. Santi, mijn jongste zoon. Ja, en de andere chauffeur vandaag. En nu heb ik Sergi Rodriguez bij. Dat is. Ik kan niet altijd met de kabinet komen van de club. Dus dan wie dat er vrij is van mijn twee zonen. Dus, ja. Ze moeten voor hun vader een beetje zorgen. Mag eens even knikken. Ik kan toch eens een vraag stellen. Begint hij zich al zo wat anders te gedragen? Zo zit hem toch anders op zijn stoel bij de pijl? Ja, ja. Hij is maar te aan het zweven, of niet? Maar met de sangria ben ik te dansen. Ongelooflijk, hè? Nou ja, Pat. Nolita, dus, had jij veel bijgeloof eigenlijk? Ik wou altijd van achter helemaal rechts in de bus zitten. Maar ja, dat was voor te kunnen paffen. Hè? Voor de paffen. Ja, dat was zo. Hè. En ik ging ook al meestal als laatste het veld op. Ik wou absoluut als laatste het veld op gaan. Maar ik heb ook matchen gespeeld dat kapitein was. Ja, dan moest je als eerste het veld op. Zeg je kapitein geweest? Ik was kapitein in de legendarische 5-3 overwinning. Dat is juist bij Antwerpen, dat is juist. Was ik de kapitein. Omdat in uw eerste carrière vaak niet en nadien meer, hè, als leider. Op Deinde zijn ik wel een paar keer kapitein. Ja, bij Mol ook kapitein, denk ik niet. Ja, maar dat was meestal kort van een paar. Maar KVL, denk ik, hè, die ook een paar keer kapitein geweest. Ja, Turnhout? Nee, denk ik. Nee, zo dikwijls zijn ik niet kapitein. Ah. Er zijn weinig spitsen die kapitein zijn. Hè? Ja. Een kapitein wordt meestal gekozen, een middenvelder of de keeper. Vroeger wel dan dingen, hè, van Galatasaray, Hakon Sukho. Messi was ook kapitein, maar je kon shotten. Dat ga je ook. Hè? Schitterend veld ook, hè, dat Villa Park toen in Turnhout. Ook zo'n Engelse stadion. Er is een vriendenwedstrijd gaan spelen. Maar dat is al lang geleden. Ja, dat niet meer. Echt de oude stadion. Ja, maar de Tardin, Bruno Verzavel heeft er ook gespeeld. Ja, dat is nog jaren, hè? Juist, hè? Hoe was dat daar van binnen? Ook oud, hè? Dat kun je een beetje vergelijken met Racing Mechelen en mee op de Berchem en zo. Ja. Dat is een al. Dat zijn stadions van de jaren 70, 80. En wat kotjes helemaal onder stof. Ik zie nu vorige week ook mijn zoon van Vincenti, hè? Bij Racing Mechelen, dat is wel iets. Dat is iets speciaals. Als je er binnenkomt, die deur die krokt zo, alles is zo waar. En dan voelden wij zo ook terug. Ook als je al binnenkomt. Die geur. Dat, ik vind dat wel idee. Tuurlijk. Natuurlijk, dat is niet van deze tijd. Ik zou zelfs mee zeggen, ik had het over de Lira. Ik heb dat ook met Racing, ik heb dat ook met Berchem. Als je er komt en je zet die ploegen in een ander decor met metallieke nadarkjes en een modern kantineke erbij, dat is niet meer die ploeg. Dat veld, daar hangt. Die ziel is er dan van. Wat dat je ook herinnert, hè, wij zijn ook al wat dauber. Ja. Terug naar je jeugd, dingen, dat je dat zo terugziet. Want dat vroeger regelmatig. En dat geeft zo die. Ik heb er de dingen nog zien spelen: de Patje Asselman en de Luc Leijs. Bij Berchem? Bij Racing Mechelen. Want dat was toen al. Die zijn dat jaar kampioen gespeeld in tweede. Toen was dat al aftand. Toen was al een aftand. Hebben die niet in eerste klas ook gespeeld? Ja, natuurlijk. Met AZLK op de bast. AZLK. Ja, de sponsor toen. Als ik 9 of 10 jaar was en ik speelde bij de Beniemen en de Kadetten, dan moesten al die velden, of die jeugdvelden. Toen stond die tribune, die staat er al 250 jaar waarschijnlijk. Dat vind ik altijd hetzelfde. Hè? Dat vind ik ook een schone derby, Racing KV. Het zou leuker zijn, zo in de beker, dat ze nog eens echt gewaagd zijn elkaar. Heb je die ooit niet meegemaakt? Ik heb die in een derde klas. KV zijn ze bij ons 2-2 komen spelen, denk ik. Ja, dat weet en, ik ja. En op Racing zet 8000 man of hebben ze de match stilgelegd. Maak ik de 2-0 en zijn de supporters op het veld gevlogen. En hebben wij zot, min 0-5 gewonnen. Ja, dat heb ik ooit eens gezien. Omdat derbies interesseren me wel.
in de beker, in de 90s denk ik dat dat was, Olympique Charleroi op Neuville, jongen, tegen Sporting Charleroi. Ja. Je kent Neuville wel, hè, Olympique. Ja, zat tot aan de nok, zat daar vol, ook achter de goal, heel hoge radijns, van dat kippengaas bijna, dat ze open scheur, dat ze erop hingen, dat was één rookwalm, jongen, dat was juist of dat je in Argentinië zat. Mm-hmm. Onwaarschijnlijk. Dat ligt echt zo, echt nog altijd, ik wil maar zeggen, dat is jaren misschien dat je tegen elkaar niet speelt, ja, maar toch als je elkaar tegenkomt, dat blijft. En alles komt zo terug van 30, 40 jaar geleden. Ja. Allee, ik vind dat fantastisch. Dat is echt... Ik heb heel wat maten die zo ondertussen zo aan het groundhoppen zijn in Argentinië. En dat trekt mij ook wel zo. Zo'n Boca Juniors tegen River. Nee, maar dat is, zo, nee? Dat is al benaderd. Dat vinden die al commercieel. Hè. Die gaan, is dat die commercieel, gaan daar even in de klas zien. Hè. Ah, serieus? En bij Nueva Chicago en wat is het allemaal? En komt daar ook zoveel van? Chicago Fire van die serie? Nee, maar dat... Nee, er ging er een naartoe, jongen. Die stond er op de tribune familiaal. Ja. Steekpartij aan de andere kant, zeg. Ja, dat zijn wel... Argentinië, ja, dat is wel extreem daar. Ja, ja, dat is heftig. Hè? Dat is echt... Argentinië en Brazilië, dat is... Wauw, wat daar allemaal gebeurt, man. Maar ja... Maar ja, dingen, ja, dat lijkt me ook wel heel mooi. Zo Racing Club, dat interesseert me ook wel. Schitterend, dat is zo'n rond stadion. En die hebben zo op de... Is echt rond, hè? Niet ovaal of zo. En dan met van die klein voetbalveldjes nog eens op de tussen het veld en de pistes, allemaal kleine mannen bezig. Ondertussen zit daar, hoeveel zit er? 60, 70, 80.000 man. Dat en dat ligt dan vlak, geloof ik, als ik me niet vergis, bij Independiente ook daar in de buurt. En ik snap ook wel, ja, in dat land, superveel economie en geld is daar niet, maar toch. Maar voetbal is wel voetbal. Die passie, ik volg dat nu. Veel 0-0 wel. Ja, cool. Maar de mensen, dat is ongelooflijk. Hoe dat die daar... Ja, voetbal is alles eigenlijk. Dat je zegt, er is veel armoede. Maar die in hun voetbal, dat brengt leven, tot... Dat is, ja. Ik weet, in een tijd, toen Maradona overleden was, dan heb ik zo al die reportages zo wel een beetje zitten volgen. Wauw, die mensen. Maar dat die... Ja. Helemaal niet omdat... Maar gewoon van de goede momenten dat die toen voor Argentinië... gegeven had, de mensen waren, dat was God, buiten zijn privéleven, dat was helemaal, daar spraken ze niet over, maar qua voetbal, Argentinië, dat is, op voetbal is dat een... Nee, absoluut, maar ja, de veel passie en veel... Ja, Boca en zo, dat is eigenlijk bijna een soort van toeristische attractie, hè. Dat ze ook naar Barcelona gaan zien. Ja. Iedereen wil eigenlijk naar Boca gaan zien, maar er zijn zoveel andere clubs in Argentinië dat je nog kunt doen. Er heel veel. Boca moet het misschien wel eens gedaan hebben ook, hè. En iemand zei van, die wijk ook, als je aan de ene kant binnenkomt, komt er tussen een chic volk of zoiets. Aan de andere kant zijn er veel armoede, hè? Favelas in de wijze van spreken. Ja, hoop, ja. Dat is gewoon zo. Maar die voetbal door, dat is een andere belevenis dan hier in België. Ja. Of, En ik wil toch wel eens heel graag dan een choripan eten. Je kent dat wel, hè? Choripan? Ja. Nee, dat ken ik. Ken je niet? Nee. Ah, dat is zo'n, iets met een worst? Ja, dat is zo'n chorizo. Chorizo. In een pan. Chorizo. In een brood. In een ja, dat snijden ze open. Dan komt dan... chirichumi, hoe heet dat? Chirichumi. Chiritumba. Door die salsa zo. Ik dat moet Lottie. Dat moet je toch kennen. Dat moet Lottie, komt er met zijn viool. Die salsa, dat is de overzwier. Dat moet je toch kennen. Chili. Chirichuri. Chimichurri. Chibichurri. Je kent dat niet. Chuck Berry. Allee, joh, dat is Zuid-Amerikaans. Ja, maar wij Zuid-Amerikanen en Spanjaarden, ja, dat is totaal anders. Dat is anders, hè. Kom je niet overheen, hè. Jawel. Allee, wij komen er wel mee overheen. Alleen, de Zuid-Amerikanen hebben het wat moeilijker met identiteit. Christophe Alhoewel, Columbus. En die hebben het iets moeilijker qua geschiedenis. Daar het ding, Hans Steeuwen heeft daar een geweldige sketch over. De Columbus, dat hij zo aankwam in Zuid-Amerika. En die zo van, ja, nou kan maar Columbus, die komt in zijn boot, komt hij aan naar Zuid-Amerika. En die zegt van, hey, dat is hier van ons. En dat was het dan. Maar eigenlijk die hun gewoontes en hun dingen zijn totaal anders dan bij de Spanjaarden. Ik zie het, Spanjaarden kunnen zo een beetje hun cultuur en zo een beetje wat met Italiaans, Portugal, zo wat. Griekenland ook, zit daar ook veel met olijfolie en zo Zuiders gerichten. Maar Zuid-Amerika is totaal anders. Helemaal anders. Wat moeten we nog zeggen over de play-offs? De play-downs gaan ook starten, de relegation play-off moeten we zeggen. We moeten het over de Europe play-offs nog hebben. KV Mechelen nog gevolgd, Pat? Ik heb KV Mechelen gezien. Vertel. Ja, ik had zo wat schrik dat hij na die wedstrijd in Leuven toch een tik gekregen had. Maar ja, die,
maken in de, ik denk in de 96e minuut maakt Leuven 2-2 en toch scoren ze nog 2-3 en onze gast die hier een paar weken geleden geweest is, Daan Foulon, moet een geweldig doelpunt gemaakt hebben. Oeh man, ik heb dat gezien jongen, die slalom. Dus, oh, en ze doen mee, hè, de punten. Kijk, ja, want en ook, ik denk ook, het is een heel belangrijkse match, want ze spelen nu tegen Sint-Truiden. Als ze die winnen, dan is, gaat het tussen KV Mechelen en Gent. Dan is de kloof al direct 6 punten. Maar onderschat Sint-Truiden ook niet. En, want KV Mechelen heeft nu 2 thuismatchen. Die spelen nu thuis tegen Sint-Truiden, die spelen dan thuis tegen Westerlo en die spelen dan op Gent. Dus Mechelen heeft wel de papieren om mee te doen, maar... Sint-Truiden toch niet onderschat. Je gaat nooit wie er gaat kijken naar KV Mechelen Sint-Truiden. Kei. Ja. Ik mag nog eens naar Mechelen, wel altijd leuk. En dan zit ik zo, mijn stoeltje, naast dat koppel dat omroept. Ja. En zo, de madame en die gast, dat zijn gezellige, leuke mensen. Mendelbergwaal, de nummer 9. 10e minuut, KV Mechelen gescoord. Schitterende mensen zijn dat. Dat wordt ook altijd geweldig ontvangen in de persruimte. Sfeer, bij KV Mechelen, ja, ook al dat plezant in de persruimte en zo. Ja, dat vind ja. ik altijd tof, dat je mensen tegenkomt. En dan heb je ook al gezegd, naar gelang, wat uw status dan ook is, mannen. Yes. We bestaan allemaal. Voor 65% het water is de president, is de poetsvrouw. Fuck het enigste it, we komen over. Nadeel als materiaalman dan, ik spreek dan als materiaalman, als je uit de wedstrijd gedaan is, moet je over heel dat veld gaan, materiaal. Ja. Dat vind ik na zoveel jaar dat ze wel mogen, want dat is verschrikkelijk. Dus bij deze een oproep. Waarom? Voor ons. Ja, want... je moet de bussen over de bussen onder ja, met dus nee, als je aankomt, kun je langs eigenlijk de hoofdingang. Dan is er nog geen volk. Maar dan, als je naar huis gaat, moet je met al je materiaal... Dus... Maar ze hebben vroeger... reed de bus gewoon tot tegen... Dat is ook... Dat mag niet meer. Want ze hebben schrik dat er van alles dat tegen is, die... Dat is. Eigenlijk is dat ook wel erg, hè. Vroeger reed de bussen... Ja, dat was niet... Wij reden tot met je schat tegen de kleedkamer, hè. Dus... Zorg dat jij zo'n tank zet. Nee, dat is gewoon... Laat die ballen nog eens zien, dat is een beetje wel lucht. Laat die ballen eens zien. Nee. Maar die bussen staan dus... Dat is voorbij. Strak in church wel. Die bussen staan dus daar al nog overkant. Ja, dat is verschrikkelijk voor ons. En die spelers moeten ook naar... Ja, ik vind dat ook wel... Ja, op dat veld. Dat is het enigste nadeel, want ik zie het. Ik vind KV Mechelen... Ja, een plezante ploeg. Een plezante ploeg. Ook heel familiaal. Echt waar wel... Ja, dat is zo. Je komt er in de pers en dat ook de mensen achter hun toog. Mensen zijn heel warm, dat is zo. Geen zever, weet je. Dat is gewoon... Nee. Vriendin is vriendelijk, voilà. We moeten nog een punt aansnijden, Pat. Want we de voor te zakken, hè. Is het, de begint relegation. Het ook Charleroi-RWDM. Dus ik denk, als mocht Charleroi die match winnen, dan, is het, dan zijn die al gered. Maar het is open Kortrijk en dat kan wel eens een heel interessante match worden. Want ik heb altijd gezegd dat Kortrijk zich gaat redden. Wat denk jij van het Rick de Mille effect? Bij Charleroi, ja, waarschijnlijk gaat hij daar toch wel een beetje een nieuwe vuur in krijgen. Ze hebben nu ook 14 dagen niet moeten spelen. Dus ik verwacht wel dat Charleroi, RWDM was een doodvogeltje in de laatste weken. Dus ik zie Charleroi die wedstrijd wel winnen. Dus op Yannick Ferreira, dat is wel ook een... Ja, die gaat er natuurlijk een tacticus. Die gaat daar... maar je moet ook wel de spelers en de kwaliteiten hebben, Dave. Maar het kan zijn dat hij er iets van terecht brengt. Hey, en dat, dan kan het ook nog alle kanten uit. Die mannen die in het begin... zo andere clubs de duvel aandeden bij RODM, die zitten daar toch nog. Niet vergeten dat die in het begin goed gespeeld hebben, hè? RODM. Ja, in het begin speelde die heel goed. Een goede match gespeeld. Ja, we kregen daar ook 6 golen van Brugge binnen en zo. Dus. Maar ja, er zal wel wat kwaliteit zitten. Maar als je zo het hele jaar aan het sukkelen bent... en je moet dat, pas op, Dave, je moet dat niet onderschatten. Hè. En nu, het enigste voordeel is, dat je het voordeel aan die play-off voor de zakken, dat zijn 4 ploegen... Die zijn aan elkaar wat gewaagd. Als je anders in een gewoon competitie en je moet de laatste speeldag, je moet nog 5 matchen doen, dan zit er bijvoorbeeld nog eens een Club Brugge of een topper. Nee, zijn het allemaal ploegen die een beetje van uw niveau zijn. Maar ik denk dat RWDM en Eupen het heel moeilijk gaan krijgen. En nu een vraag, dus die laatste daarvan, die speelt tegen de winnaar van... Nee, de laatste 2 zakken en een derde speelt tegen een derde van 2. Van de tweeën. Van de bagage van dus de zakken er sowieso. Die hebben ook nog een play-off, hè? Ja, die speelt ook nog matchen tegen speel nu een play-off en dat is dan tegen de derde van eerste klas. Okay. Die is zogezegd de barrage wint van de tweede klas. Hè? Voilà, en ten tweede speelt die barrage. Hè?
De tweede, hè. De eerste blijft, hè. Nu zijn we aan het waar dat maken. Zeg, trouwens, man, we hadden nog een verzoek vanuit de Zoete Kempen. Ja, ja, want dit is aflevering nummer hoeveel? 69. Swasselnef. Nu, zie dat we nu niet moeten beginnen knippen, Sebiet, met wat je vertelt, want we kijken naar de Robin. Maar er zijn vrouwelijke verzoeken binnengekomen, Seba, voor toch een beetje, ja, een beetje Swasselnef erin te krijgen. Nu weet ik niet. Maar zijn er zoveel van die verhalen? Ik spreek geen Frans, Dave. Ja. Ik maar jij krijgt echt een verzoek vanuit de plek zaten in Dessel. Dat zijn precies wel truffeltjes daar. Ja. Ja. Ja, en ik kan niet lezen, dus... Ja. Spat, wat had jij gedacht? Want jij wilde eigenlijk ene gaan doen in de Chaussée d'Amour of zo. Hoppa. Ja, maar dat heb ik dan weer waarschijnlijk in een zotte bui Hij belde mij. Dat was even een dipje. Hij belde mij en zei van, we moeten ene gaan doen. Ik zat naar de Ronde van Vlaanderen te kijken. En, je had vroeger de Papillon ook in de stad. Heb je dat nog niet gekend, de Papillon Americain? Maar die mannen gingen toch altijd naar de Riefs of wat was dat nou wel? De Volmolen in Lier. Nog zoiets? De Vos. De Vosmolen, wie dat vroeger, ja. En kon je zo... Echt? De Volmolen in Lier, dat was zo een heel de avond... Dat zat dat vol. Dan mocht er, maar kon wel zien dat er iemand met je oog of met je arm, mocht er niet uit, maar kon er alles mee. Ik ben er nooit niet geweest. De Volmolen? Nooit geweest. Dat was jaren 80. Ja, maar ik kwam in de Copacabana, in de Cobra, in de Reflex, maar in de... Copacabana ook heel goed. Met de Tony, Tony Cabana. Maar ja, en de Reflex hadden wel altijd of het risico dat er zo'n gebit in een pint lag. Hè? Nou, wel, echt, Dave, ik heb dat nog niet verteld. Maar echt, dan moet ik, ik moet over 14 dagen moet ik gaan leveren in Bree. Dus wij hebben nu, ik heb het al verteld, wij hebben een soort Baileys gemaakt. We hebben een boerenmelk gemaakt en een boerenmelk koffielikeur. Ik kan die straks proeven. En ik moet dat gaan leveren in een café in Bree, in de Dolharing. De wat? De Dolharing. De Dolharing. Echt. Wacht, ik kan zien of die kan bellen. Bij Xavier. En die gast zegt tegen die cafébaas, dus, hey, zeg Pat, er is er hier een weekje naar binnen geweest. Die niet altijd bij je eigen shot. Een Johan. Ik zeg, een Johan. En weet je wie dat dan was? Ja, maar hou het maar bij de voornaam. Ik weet wie het is. Maar die is nu... En die zei, hey Pat, de volgende keer dat je komt, kom ik af. Die is nu postmeester in Bree, Johan Kremers. Allee, cool. Jawel, wel op de Beerschot. Ongelooflijk. Allee, kom op, joh. En een Dolharing. Ik heb hier het nummer van een Dolharing. Met een stof. Amai. En daar heb jij geleverd, van die boerenmelk. Ik heb dat van die boerenmelk. Moet ik die eens bellen? Nee, niet alleen. Nee, dat was zo. Niet bellen? Maar, dus ja... Weet je, we kunnen iedereen bellen in dit programma. Ja, ik weet het. Die ging ooit in de Reflex en Johan, die heeft nog wel zijn vals gebit. Even op die dancing. Je had vroeger overal, in elk dorp, een dancing in de cinema. Hè. Dat was zo top. Dat is gedaan, hè. Echt, dat zat er gewoon vol. Hè. Overal waar je ging. De kaasboerin in Deurne was dat. Het galjoen in geel, kende dat nog? Maar jij hebt het over de kaasboerin in Postel. Ah ja. Dat bestaat nog. Maar bestaat dat nog? Nee, maar natuurlijk, alle weken. Wat was allemaal? De 14 billetjes, of weet je dat nou wel? In de ja, maar de 14 billetjes, dat was in... De 14 billetjes in Lulle of in Zandhoven. Zandhoven. Met een orgel, hè. En je hebt daar ook de draver, ook met die... Ja, ja. Met die maar je hebt ook heel bekend, de... De 87 plus podcast aan het worden. Ik zei, de Loveboat in Schoten. Oeh, ja. Dat was ook iets, hè, man. Ja, dan ben ik ook... Nooit de Loveboat in Schoten? Nee. Want dan even was dat vroeger... Is dat dus voor het eten of een restaurant? Ja, is dat, dat is niet een onderkant, maar dat is een heel... En in Capelle er ook een heel bekende, hè. In Capelle ook een dancing. Dixies? Ja, met dat vliegtuig in de... Nee, maar weet je wat ik... Kennen jullie dat nog? Vroeger hadden van die oude vandaag, van die de senioren. Ja, maar nee. Met dat dekenparl-arm en zo. Ja, tuurlijk. Maar in de dingen stond dat nog altijd. Gaat in Postel de kaasbor in en recht tegenover was het heidelicht. Met mijn grootouders, die woonden in Reti. Ik ben daar heel vaak geweest. Ja, maar ik ook zo. En dat waren een speeltaas. Zaten wij daar samen? Nee. Toen jawel, niet dan kwam ik thuis met een zak chocolade en gymballen. Ja, ja. Die gingen op dansen soms nog middags. Iedereen droog pinten, maar je kon niet volgen. Dus je kreeg dan een stuk chocolade. Hè. Ja. Of gymballen. Ja. Dat is gymballen. Ja. Je had ook heel bekend de toverfluit.
Dat is nog niet lang dicht in Wichelderzalm. Juist, hè? Daar, allee, het overfluit. Ja, ik ben net de dames van Plek Zat nu zitten te wachten van de wat. Allee, oké. We moeten bijna afronden, mannen. Ja. Oei, nog even snel gegaan, hè? Ja, goed, het vliegt vooruit. Mag ik eventjes ertussen... Je moet iets zeggen, want ik heb nog een vraag voor u trouwens. Oké, top. Ik heb nog drie onderwerpen. Amai. Weten jullie dat nog in de jaren 80, omdat we toch overal die danscafés langs de prachtige baan jaren, bezig waren, schitterend. Vroeger, mijn grootouders hadden dat ook, denk ik, die kregen dan van die halve A4 bladen, zo bijna karton binnen, met zo in drie kleuren print, dat zag er niet uit. Dan stond er een bus op en dan stond erop, die dag, Monschau, Blankenbergen, hup. En wat deed die dan? Een heel bus vol. En die reed dan naar een hotel ergens en dan kregen die een commerciële presentatie van Tupperware of van verzorgingsproducten. Okay. En dan kregen die gratis soep. Maar die soep, er zat 10 kilo zout in. En je keiveel drank moest bestellen en die was heel duur. Nee, was dat echt? Ja, geen zin. En dan, die een dagtrip was dan bijvoorbeeld een hele dag naar Blankenbergen. Maar wat was dat? Dan reed je naar Blankenbergen. En om 1:30 kwam jij in Blankenbergen. En dan zei die chauffeur... Om 11 draait u aan de bus in, mannen. Dan liep die een uur rond. En dan werd die afgezet aan zo'n danscafé. Ja, maar, en dat was een dag. Ja. En dan zal ik nog eens gauw eens iets vertellen. Man. Jij kent dat ook? Ik ken dat ook. Ik heb dat vorige week nog meegemaakt. Dat meende niet. In deze tijd nog. Luister het goed. Bij ons op bedrijf komen... reizenlauwers. Dat is okra. Dat zijn allemaal gepensioneerden. Die kunnen bij ons een rondleiding krijgen. Dus nu vorige week... Ik doe dat nooit niet. Maar vorige week een dubbel boeking. Met een baas zat mee. Je zei, Pat, zou jij de rondleiding kunnen doen? Douwen ze door een bus af. Allemaal gepensioneerden van Halle tegen Brussel. Hey, ga ze toch die shotter, hè? Ja, dat lost ik niet goed. De eerste die binnenkwam, met een looprekske. Een auto bier. Ik kan nog meer vertellen, maar dat ga ik niet doen. En dan op een gegeven moment, dus wij hebben dus... Ik zijn mijn dingen aan het vertellen, dat wij een boerenmelk gemaakt hebben, met echte Belgische boeren, koeienmelk. En wij hebben nu ook twee klanten, die hebben... Hebben er een gemaakt met van geitenmelk. Maar echt? En daar zit er een vrouw van 75. Ja, maar daar zit er een vrouw. Die al drie keer in de maand plinken geweest. Die zegt: kunnen jullie nog geen maken van moedermelk? Oh, nee, en dan heb ik je gezegd: ik zeg ja, voor mij is dat goed. Maar dat is ook wel geiren bij uw dochter komen aftappen in een plek. Want daar is die melk al wat zuur, of? Oh my god. Die mem die hong hier. Allee, joh. Maar ik heb al twee keer een presentatie moeten doen. Wel touche, allee, dat is wel... Hè? En dan, eigenlijk is dat een beetje kinderopvang, want die komen dan bij ons en die krijgen... Kinderopvang? Ja. Heb je dat ook niet meegemaakt op voetbalstages? Ja, maar... Ik heb heel dikwijls voetbalstages gedaan. Dat is. En dan moet er een jongen ingooien en die pakt een bal en je gooit je zo. Ik zeg, ja, maar moet ik hier komen, hè, van ons mama? Hè? Ja, dan, ja heel dat veel, is eigenlijk een kinderopvang. Zeg eens wat je net uitbeeldde, want het is... Ja, die gooit je gewoon een bal zo... Onderhands. Onderhands, die jongen had nooit niet gevoetbald. En hij had ik terug dat gevoel... Kinderopvang. Echt, ja. Ja, dat is... Maar en die lust er nog niet, want dat is niet belangrijk. Maar die krijgen bij ons 6-7 proeverkens. Die mogen een beetje zin proeven. Die mogen vermoed proeven. Ik heb er zelfs en die worden dan wat Frank wilde zeggen. Nee, zeggen. Nee, jammer. En die maar interesseert u nog niet? Nee, maar die zijn een dag ik die heb zijn zelfs een dag van die huis weg. Dat je iets aan het uitleggen was en die was wormen ontzoeken. Ja, en ik zeg, ja, nu de passen, ja, maar daar zijn er 4-5 vormen. Zei, ja, die was toen... Mannetje van 5-6 jaar, kun je ook niet kwaad op worden. Maar ik wil maar zeggen... De vraag voor de Seba. Van de laatste weken, sportief, bij jullie. Het gaat redelijk goed, hè. Maar is er nu ene man die er echt boven alles uitsteekt? Echt de beste, dat je denkt... En de knapste. Ja, dat is Real Madrid, Barcelona, niveau, toucourt, onwaarschijnlijk. Nee, nee. Dat hebben wij hier nog nooit gezien op het veld. Maar echt, een rode duivel... De topper. Een topper. Wie is dat dan? Hervé Matisse. De Rosse. Van Beveren. Nee, van club en dan U17 naar Anderlecht. Ik ken er Ik ken met Hervé. Hervé Matisse. Ja. Hervé van Overveld. Dat lijkt me wel het type dat zo bescheiden is. Die zou daar zelf ook nooit over beginnen. Nee, nooit. Maar wel een topper. Ja. Een topper als Jasmer. Eigenlijk mijn fout.
Ik was hem vorige week, toen je vroeg welke speels we waren. En ik ben onze RV vergeten. Bij deze RV, echt... Is dat goed gemaakt. Is dat goed gemaakt. Ja. We love you. Spijtig dat je... Hij trekt zo een beetje op Ken van Barbie ook. Ah ja. Ken de, die ken ik, de farme vent. Die maar, ken ik. Die ken ik. Ja, wel, die kennen we. Nee, nee, maar RV... Is hij met Magda? Ja, ja, ja. Absoluut. We love RV. Bij deze RV. Ja. Maar nu hebben we wel bestoefd. Nu moeten ook, want anders is het niet tof. Nu moeten we ook wel zeggen welk vervelende frats heeft hij met dingen afknippen en zo. Zo bij het materiaal. RV zelf? Verzoekje. Wat moet hem toch veranderen? Met RV heb ik eigenlijk geen last, eerlijk gezegd. Geen nee. Varkens. Het enige in het begin vergat ik zo... ja, dat noemen ze een cyclist. Hoe noem je dat? Zo onderweer. Ken je dat niet? Een koersbroek. Ja, zo'n koersbroek dat ze onder in voetbalshortje. Dat vergat ik in begin tijdens de wedstrijd. Maar ik dacht dat niet nodig was. Dat hij nog... Maar dat was in het begin even. Maar eigenlijk heb ik met hem eigenlijk zo goed als niks last. Echt. Ook in de kleedkamer. Ook dat moet ik wel zeggen. Een topper. Ja. Een topper. Ik vind tegenwoordig dat er wel een trend is. Die kleedkamers, die mannen. Tegenwoordig zijn er dus bijna, ik weet dat, want ik ken veel jong gasten die dat doen. Die zo 3 of 4 parfums met elkaar mengen. Dat is een beetje een trend. Jongen, dat is juist gewoon dat je soms een chemicaliënwinkel binnenstapt. Is dat bij jullie ook? Ik kon nog straffer zeggen. Ik heb voetballers die gaan trainen. Die doen eerst parfum aan voor te gaan trainen. Allee. Echt, dat is gewoon zo. Ja, alles moet perfect zijn. Alles wie moet je tegenkomt. Hè? Nee, maar is dat nu gewoon... Meer dan hè? Ik ben niet ontlachen, echt waar. Ik ben niet ontlachen. Ik had er jenen zelf dat ik zei, ja, maar ik moet toch een beetje goed ruiken. Ja, oké. Okay. En dan zijn er sommigen die aan een paard ruiken. Naar paard. Oké, okay. Voordat we hier uit de bocht gaan. Mannen, het laatste onderwerp. Op blad 1 van de krant van de dag waarop we opnemen. Van het voetbal dan toch. Jan Vertonghen stopt na het EK als rode duivel. Ja. We moeten er nog van zeggen. De man van Tiel Rode Temse. Uiteindelijk GBA. En ook een speciale band met UCOT. Want daar hangt hem in op, denk ik. Ik ben hem zelfs 2 weken geleden in Wilrijk tegengekomen. Hij was om het tanken. Ja. Ik had hem al even... Dat was even geleden dat ik hem... Maar altijd dezelfde Jan. En het enige dat ik aan hem vroeg, ik zei, wat denk je dat er nog een jaar bij doen bij Anderlecht? Ik vroeg en hij was zo, ik weet nog niks in ontwerp. Maar dat van Rode Duivels, dat wist ik niet. En jij zei niet van, ik heb in Wommelgem een toffe fermenten gezien, en die gaan nog 2 miljoen liggen. Dat zei top, die zei dat kunnen betalen, ja. Jan Vertonghen op dat vlak, dat is nog altijd dezelfde dan 15 jaar geleden. Want, ik ken hem van zijn 12, 13 jaar. Maar ik denk dat hij zelf ook wel beseft dat... Ja, tuurlijk. Maar als hij nu over als zijn dingen, jongens. 150 caps, wat is er allemaal? Dit nog kan meemaken. En wow. Het is zo'n beetje hetzelfde verhaal, denk ik, van een Tobi. Hè. Die hebben alles meegemaakt. Tuurlijk. En op een gegeven moment komt dat gezin en die dat wordt er te veel aan. Het is genoeg geweest. En nu is het over 14 dagen... was het Interland, ja, dan trainen die, maar dan is het ook wel wat rustiger op de club. Altijd weg, maar anders dan zeggen we weer al 3 of 4 weken. In Tottenham spelen? Tottenham Legend. Constant mee Europees. Prijs is allemaal met Tottenham. Tottenham Legend, hè, dat is een prijs genoeg. Hè, een eigen t-shirt, Superjan. En jij blijft een supporter, dat is fantastisch. Tuurlijk, maar mensen snappen dat niet. Dat gaat over cultuur, clubkleuren. Ik ken daar veel volk. Dat gaat als spelen die in 38e klas, jongen, dan ga ik je daar nog altijd liever zien dan bij die ander daar in Londen. Dat is gewoon zo. Dat is al van mijn 12e sympathie. Dat is al zo speciaal om Tottenham. Ja, dat is ooit een Liverpool of een... Dat is gewoon de clubcultuur. Je kent er volk, je kent die buurt. Dat logo, die Glenn Hoddle, Gazza, Leicester. Henning gegaan zijn, ja. De eerste keer. Ja. Maar je had bijvoorbeeld ook de eerste keer bijvoorbeeld naar Liverpool, dan had jij nu... Dat is gekomen van bij de menu, maar dat er zo'n andere gast in de ploeg. Iedereen had truikjes aan van de club buitenland waar je momenteel fan van bent, de kans is groot dat als je 12-13 zet, de club die dan Europa Cup 1 won, dan zijn er heel veel mensen fan van nu nog altijd. Inderdaad, ja. Dus heel veel mensen zijn van... Nu wil ik weten hoe dat jij al een trui van Tottenham gekocht. Nee, dus een maat van mij in de ploeg, Minime, die kwam plots af op training met zo het Holsten-shirt. Waar ze een FA Cup 91 een zeker in wonnen. Denk het, ja. Met Gazza, Lineker, schitterende ploeg. Dat is toch die periode, denk ik. Ja, ik denk het, als ik me niet vergis. En ik vond dat zo'n geweldig shirt. En dan begon dat passief te groeien.
En uiteindelijk, ja, later natuurlijk, dan zijn er nog kind, dan kun je niet gaan. Maar je volgt dat wel, passief. En later begin je te gaan. En nu zit ik zo af en toe in zo'n local, super, super bruine kroeg met gasten die al 100 jaar gaan zien, met tattoos. Wat was uw eerste truiken? Allee, ik vraag het aan alle twee. Dat je ooit gekregen hebt voor de eerste keer een voetbaltruiken. Welke was dat? Ja. Ooit. Kun je dat nog herinneren? Maar vroeger was dat zo niet. Ik heb mijn eerste van mijn meter dat ik die kreeg. Ja, bij mij heel bizar, ik weet het nog. Ik weet dat ik van mijn kinderen, dat wel altijd op vakantie gebeurde en zo, maar ik kan... Van je eigen, niet als je klein wordt, dat je zegt, ik heb dat van mijn onkel gekregen, maar mijn eerste truikje. Maar niet van een club of zo, nee. Ik had dat van Barcelona, Maradona, in 82, ik was 10 jaar. Ja. Had mij een meter dat gekocht. Ik ging slapen met dat truik, ik deed alles met... Er stond alleen maar een 10, hè. Toen waren er geen namen of niks. Natuurlijk niet, dat bestond niet. Wauw, dat was zo precies dat ik de lotto gewonnen had. Ik zal het nog niet vergeten. Bij mij is het altijd... Ik heb altijd een voorliefde. Nee, nog gehad. Ik vind nog altijd het shirt van Ajax, vind ik. Wauw, ook mooi. Ik vind dat zo'n geweldig shirt. En dat blijft, dat is al eeuwig... Alle andere ploegen. Dat is iets speciaals, hè? In Holland herge dat, Willem II, altijd nog die gestreepte. Ja. Maar ik vind het shirt van Ajax vind ik iets speciaals. Ik denk bij mij dat PSV gaat zijn. Mm. Of ik herinner me ook dat ik nog een van, heel bizar, hoe kom ik eraan? Van mij. Benfica, nee, van Patje. Benfica met Fnac reclame erop. Ja. En in die A zat daar dan zo een ster in, als ik me herinner. Ja, was zo wat... Maar dat is wel... Allee, dat is Benfica is wel... Ja, ook heel bizar hoe dat kwam. Toeval. Vaak ook, oh man, als je moeder dan of iemand anders ergens was gaan werken of gaan kussen of zo, en je kreeg dan zo een zak afgedankte truitjes mee van een goede shopper. Ja. Jongen. Of een bal. Oh, man. Een leren bal. Dagenlang, hè. Ja, wauw, top. Als ik nieuwe shoes had, ik ging daarmee slapen. Ja. Echt, naast mijn bed stond die op dat een apart kussentje. Ook. Oh, fuck. Ik heb ooit een jaar lang gespaard... Al mijn zakgeld en al het verjaardagsgeld, nieuwjaargeld, omdat ik wou heel graag van die kangeroeleren belotties hebben. Man, van die gitzwarte. Ja, van die shoes. Oh. Ik had dingen gekregen, Patrick's met die twee strepen. Ik heb zo een paar schoenen gekregen, sportschoenen eigenlijk. En... Daar was ik zo trots op, dat waren rooi. Echt, dat was een schoen tot en met. En ik mocht ze al nu van het school. En tijdens de speel, smiddags, dat was shotten. Hè. En wij moesten in de rij gaan staan, jongen. En ik stond in de rij en ik kijk naar beneden, jongen. Van allebei die schoenen, allebei die een tip, die plastic eraf, jongen. Ja, omdat je op de speelplaats shotten. En ik ben thuis gekomen. Ik heb die op dag gesmeten. En met je broeken niet meer lopen. Die laten zien, echt zo ontgoochelijk. Waarom staat dat niet in een boek? Dat was van die een tweede, denk ik. Moest er nog wel van. Ja, dat je broeken zo met een gat in, dat er zo'n lap op kwam. Ja, tuurlijk. Heb ik meegemaakt, hè. Een lap er geworden. Nu is dat hip, hè. Ja, oké, maar... Nu zijn al die broeken kapot. Ja. Goed, we moeten afronden, want anders krijgen we een bras en dan worden we ontslagen, hè. Want we mogen niet te lang doen. Zullen we het hierbij houden? Want we hebben nog verhaal. We hebben weer ook de horeca, het uitgaansleven met de bussen, ook de derde leeftijd hebben we geplezierd. Hey, dat is toch tof? Dus wij zijn zelf. Okra, dat is okra. Wij zijn okra. Zelf de derde leeftijd. Goed, mannen, bedankt. Ja, dankjewel. Tot ziens. Dag.